Hoi allemaal, welkom bij Fem. Voordat ik begin heb ik nog eventjes een snelle huishoudelijke mededeling. De video van Manon die komt ietsje later, die komt morgen online. Er is iets misgegaan, maar neem morgen even een kijkje om haar video te zien. En kijk snel mee om mijn video te bekijken. Het nieuwe jaar staat voor de deur en wat hoort er nou bij een nieuw jaar? Uiteraard goede voornemens. En natuurlijk kun je elk moment van het jaar nieuwe gewoontes ontwikkelen en jezelf verbeteren. Maar heel veel mensen vinden het prettig om gewoon in een nieuw jaar een nieuwe start te maken en met een schone lei te beginnen. Nou is het zo dat heel vaak iedereen na een maand of zo al die goede voornemens weer is vergeten. En dat is zonde. Daarom ga ik in deze video een aantal tips geven om te zorgen dat je goede voornemens zoveel mogelijk volhoudt. En je kunt deze tips natuurlijk ook toepassen als je een nieuwe goede gewoonte zou willen ontwikkelen. Als eerste is het heel erg belangrijk dat je goede voornemen haalbaar is. Zeg dus niet van, oh, ik ga elke dag sporten. Als je nu nog helemaal niet sport, dan is ineens de stap van niet sporten naar elke dag sporten is heel erg groot. Dus maak het haalbaar, maak het behapbaar. Zeg van, oké, ik sport nu niet, maar ik wil graag meer sporten. Laat ik eens met 2 keer per week beginnen. En als je dat hebt gedaan, dan kun je zeggen van, nou, misschien ga ik eens kijken of ik het 3 keer per week kan doen. En dat is veel haalbaarder en het geeft je ook een veel beter gevoel, omdat je het kunt volhouden. Als je goede voornemens gaat bedenken, denk dan van, oké, waarom wil ik dit? Stel, je wil stoppen met roken. Waarom wil ik dit nou echt? Is dit omdat ik langer wil leven voor mijn kinderen of voor de rest van mijn familie? Is het omdat ik geld wil besparen? Is het omdat ik het vies vind als mensen ruiken dat ik naar rook ruik als ik ergens binnenkom? Ik zeg maar wat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, oké, ik wil afvallen. Maar waarom wil ik dat? Wil ik dat zodat mijn kleren beter zitten? Wil ik dat omdat met een gezonder leven ik meer energie krijg? Als je een achterliggende reden hebt waarom je iets wilt doen en die reden is sterk genoeg zodat je het echt wil, is het veel makkelijker om je goede voornemen vol te houden. Ik heb heel erg lang gezegd van, oh, ik wil afvallen. En het lukte telkens maar niet. En toen ik op een gegeven moment voor mezelf tot de conclusie kwam van, nou, ik ga meer sporten omdat ik dan merk dat mijn lichaam beter werkt. Ik ga gezonder eten omdat ik dan meer energie heb. Dat waren ineens voor mij de redenen die mij konden overtuigen om het ook daadwerkelijk vol te houden. Dus zeg niet van, oké, ik ga minder roken of ik ga stoppen met roken. Nee, bepaal voor jezelf waarom je dat heel erg graag wil. Een van de oorzaken waarom heel veel goede voornemens mislukken, is omdat ze niet specifiek genoeg zijn. Dus als je zegt van, ja, ik ga gezonder eten, dan is het een beetje vaag. Dan kan je zeggen, oké, ik neem elke dag een bakje wortel extra. Dat is gezonder, maar ja, het is het niet helemaal. Als je zegt van oké, ik ga door de week geen chips meer eten, die eet ik alleen nog in het weekend. Want dan weet je misschien voor jezelf van oké, die chips, dat zijn mijn zwakke plek. Als ik dat doe, dan ga ik van de rails af. Stel daar een limiet aan, maak het specifiek. Hetzelfde geldt eigenlijk als je zegt van oké, ik ga meer tijd aan mijn studie besteden. En meer tijd is dan een beetje vaag. En denk dan, oké, hoeveel tijd steek ik er nu ongeveer in? Stel dat is 2 uur per dag, ik zeg maar iets. Dan ga ik nu zeggen van oké, ik ga 3 uur per dag aan mijn studie zitten. Op die manier is je voornemen niet een of ander vaag idee, maar wordt het echt een meetbaar iets waar je naar kunt streven en wat je ook kunt behalen. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat je niet te veel nieuwe goede voornemens hebt. Verandering is moeilijk. Dat is gewoon menselijk dat dat wat lastig is. En het heeft tijd nodig voordat je een nieuwe gewoonte hebt ontwikkeld. Sommige mensen zeggen van ja, het duurt 21 dagen. Anderen zeggen van ja, het duurt langer of het duurt korter. Maar kortom, het heeft in elk geval tijd nodig. En als jij heel veel nieuwe dingen voor jezelf verzint, ik ga dat anders doen, dan is het van wow, er verandert nu te veel en daardoor gaat alles door elkaar heen lopen en wordt het veel moeilijker om je gedrag in zijn geheel te veranderen. Doe het gewoon stapje voor stapje. Zeg gewoon, oké, ik ga nu beginnen met mijn eetpatroon aanpassen. En dan van, nou, oké, ik ga nu sporten. En maak het gewoon hap klaar, kleine stukjes. En dan is het ook weer veel beter vol te houden. Oké, je hebt nu je goede voornemens bedacht. Je hebt ze meetbaar gemaakt, je hebt ze haalbaar gemaakt. Je weet waarom je het doet. En dan is het nog een kwestie van volhouden. En gewoon op de rails blijven. Als ik zelf nieuwe gewoontes wil ontwikkelen en ervoor wil zorgen dat ik ergens aan herinnerd word om iets te doen, gebruik ik altijd de app Lift.
En dat is volgens mij een gratis app die sowieso voor de iPhone verkrijgbaar is. En daarin kun je doelen stellen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik wil 3 keer per week sporten. Ik wil 8 glazen water per dag drinken. En dan kun je dat zo afvinken. En die app stuurt je ook nog berichtjes om je eraan te herinneren van, hey, denk je aan je doelen die je voor jezelf gesteld hebt? En ik denk dat dat voor goede voornemens ook een hele handige app is om een beetje op de rails te blijven, waardoor je er toch aan herinnerd wordt om het te doen. En dat zorgt weer net even voor dat je wellicht je goede voornemens wel volhoudt. Zoals ik in het begin van deze video zei, heb ik deze tips even in het jasje gegoten van goede voornemens. Maar ze gaan eigenlijk altijd wel op als het gaat om het ontwikkelen van goede gewoontes. En dat kan natuurlijk op elk moment van het jaar. Laat in de comments achter welke goede voornemens jij voor het nieuwe jaar hebt. En laat ook weten hoe je van plan bent om het aan te pakken. Want een plan van aanpak is immers super belangrijk. Nou, ik wens jullie een hele fijne jaarwisseling en een heel gelukkig nieuw jaar. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Het wil tijd worden voor een mooie kerstnieuwart. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik deze nail art heb gemaakt, blijf vooral kijken.